Goedemorgen en welkom bij het derde gedeelte van mijn reeks over energie voor 3 MAVO voor het vak NASC. We gaan het vandaag hebben over zonne-energie, een andere vorm van duurzame energie. En ik ga je de volgende dingen leren: hoe een zonnecollector werkt, hoe we kunnen rekenen met het rendement van een apparaat en met het rendement en het vermogen, de totale energie rekenen überhaupt in het algemeen. Dus het is misschien wel een beetje een rekenkundige insteek, maar we gaan eerst wat vertellen over de zon. Want veel mensen die hebben wel gehoord van zonnepanelen die op je dak kunnen liggen. Maar we kunnen natuurlijk zonne-energie op een veel grotere schaal gebruiken dan alleen bijvoorbeeld die rekenmachine te laten werken of om 2 van die dingen op een dak te zetten. Wanneer je de hele wereld vol zou willen voorzien van energie, zou je genoeg hebben aan een supergroot zonne-energiepark. Dat zou dan ongeveer even groot moeten zijn als bijvoorbeeld het land Spanje. En dat lijkt misschien heel veel, maar als je dat verdeelt over een aantal grote parken verspreid over de hele wereld, op een paar plekken waar al een boel woestijnen zijn en er toch niet zo heel veel gebouwd is, zou dat best wel te doen zijn. Namelijk, je kunt hieronder op die foto kun je ook zien hoe het eruit ziet, hoe zo'n groot zonnepark er namelijk aan toe is, waar dus allemaal zonnepanelen zijn opgewekt en die dus constant de hele dag door zonne-energie opvangen. Het is natuurlijk ook ontzettend warm en de reden waarom ik deze foto had gebruikt is dat het zo warm was op die plek dat wanneer vogels erboven vlogen ze soms spontaan in een fik vlogen door de teruggekaatste warmte. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar hoe kan je nou de energie uit de zon krijgen? Nou, dit is een klein beetje achtergrondinformatie, vond ik leuk om te vertellen. De zon, dit is eigenlijk een hele grote ster en sterren komen aan hun energie door een proces wat wij kernfusie noemen. Daarvoor moet een voorwerp echt super groot en super heet zijn. Zoals in de zon gebeurt, op het middelpunt van de zon. En dan wordt er dus energie in de vorm van licht uitgezonden. En niet alleen licht dat wij kunnen zien, maar ook soort van andere soorten licht in dezelfde familie. Zoals warmtestraling of bijvoorbeeld UV-straling. Die UV-straling waar je dus in de zomer mooi bruin van wordt of wanneer je onder een zonnebank gaat liggen. Dus de zon die zendt energie uit door kernfusie. En zo gauw die dan bij ons komt, kunnen we dat dus ook gebruiken. En we kunnen dat gebruiken door middel van zonnepanelen of zonnecollectoren. En daar zit een klein verschil in wat ik nu ga uitleggen. Wat is nou een zonnecollector? Nou, een zonnecollector gebruikt de warmte van de zon om water op te warmen. Dus een zonnecollector die zul je vaak zien als een soort van hele lange buis die door zo'n zwart oppervlakte heen gaat. En daar wordt koud water doorheen gepompt en daar wordt verwarmd door de zon en daar komt dan warm water komt er dan uit. Nou, en dat wordt dan terug je huis in gepompt en door middel van een warmtewisselaar kan die warmte worden afgegeven. En daarvoor krijg je op een gegeven moment uit je kraan of uit je keukenkraan, krijg je daar dus warm water uit, wat letterlijk is verwarmd door de zon. Iets wat vaker gebruikt wordt is een zonnepaneel. En in een zonnepaneel, daar wordt op een gegeven moment van het zonlicht wat er opvalt, wordt elektriciteit wordt er gemaakt. Dus je zult dus zien dat de energie van de zon, die wij stralingsenergie noemen, dat die wordt omgezet in elektrische energie. En in supergoede omstandigheden, dat 1 vierkante meter zonnepanelen, die leveren jou 190 watt op. Dat wil zeggen dat je dus 190 joule per seconde kan krijgen uit 1 vierkante meter zonnepaneel. En vaak liggen er nog een heleboel van die panelen op een bepaald dak van een huis. Dus zul je zien dat je best wel veel energie per seconde om kan zetten. Want eigenlijk net als elke vorm van energie, zul je dus ook zien dat niet alle energie die erop valt, dus niet alle stralingsenergie van de zon die erop valt, dat die ook wordt gebruikt voor elektrische energie. En wat je dus bij deze panelen vaker voor ziet komen, is dat er heel veel energie verloren gaat in de vorm van warmte. Die worden teruggekaatst, die panelen zelf worden heel warm en relatief weinig wordt gebruikt om echt elektriciteit van te maken. Ik heb hier ook aangegeven in dat energiestroomdiagram. Nou, we kunnen daar een beetje mee gaan rekenen. We kunnen dus op een gegeven moment gaan rekenen van nou, hoe goed is zo'n zonnepaneel nou eigenlijk? Dat doen we door middel van het rendement. Het rendement is eigenlijk vaak een getalletje. Soms wordt het aangegeven tussen de 0 en de 1, maar je kunt hem ook schrijven als een percentage, dus dat die in een hoeveelheid procenten is. En wat je in je rendement gaat kijken, is je gaat op een gegeven moment bekijken van oké, hoeveel van de totale energie die een voorwerp gebruikt, gebruikt die voor iets nuttigs? En het lastige hieraan is dat je zelf moet gaan denken van oké, wat voor soort apparaatje gaat het over in deze opdracht? Wat is de energievorm die je wil dat hij gaat maken? En wat is de energievorm die hij dan als rest gebruikt? Dus als voorbeeld, even terug om te komen, zien we dus dat bij zonnepanelen, dat dus de totale hoeveelheid energie die erop valt de stralingsenergie zou zijn. En hetgene wat hij nuttig gebruikt, is de hoeveelheid elektrische energie die hij daarvan maakt. Dus we zeggen in dit geval dat het rendement van deze panelen gelijk is aan 17%.
Dat betekent dat 83% van de energie die erop valt, dat die niet nuttig wordt gebruikt. Nou, je kunt het natuurlijk doen, je kunt het rendement, en daar wordt dit gekke tekentje, dat noemen wij de ETA, dat is eigenlijk gewoon een N met een lange poot. Dat rendement, dat wordt daar ofwel opgeschreven in de hoeveelheid energie, dus je gaat kijken, wat is de totale energie die in een voorwerp wordt gestopt over een periode, en wat is de totale hoeveelheid energie die nuttig heeft gebruikt. Of je kan gaan kijken naar het vermogen, in principe hetzelfde, alleen het vermogen gaat om de hoeveelheid energie per seconde. Even een voorbeeldje daarvan, zodat we een beetje mee kunnen oefenen, is als volgt. Ik zou je dus even willen aanraden om nu de video op te pauzeren, dit door te lezen, even te maken voor jezelf, checken we hem zo. Nou, kunnen we door. Je hebt hem als het goed is gepauzeerd en gemaakt. We hebben het over een heater die gebruikt wordt om een kamer te verwarmen. En we gaan kijken naar de uitwerkingen. Hoe kun je dat nou doen? Nou, je hebt daarbij gezien dat het totale vermogen gelijk is aan 750 watt. Dus alles wat er ingestopt wordt aan elektrische energie is 750 watt. Ga ik nu kijken, wat voor vormen van energie zet hij hem om? Nou, we hebben hem gebillen hem gebruiken, zo'n heater, om warmte af te geven. Dus die 600 watt die gebruikt wordt voor de warmte, die wordt nuttig gebruikt. En die 150 watt voor het licht is dus niet nuttig gebruikt. Dus ik kan op een gegeven moment de formule gaan invullen als volgt. Dat het rendement staat gelijk aan de totale hoeveelheid nuttige energie, die 600 watt, gedeeld door de totale energie, dat is die 750 watt. Dus het rendement staat gelijk aan 0,8. Je mag hem ook opschrijven in procenten. En dan maak je dat dus, doe je het nog een keer 100%. En dan komt eruit dat je een rendement hebt van 80%. Dus dat wil zeggen dat deze heater 80% van zijn energie nuttig gebruikt. En dat 20% wordt omgezet in energie die je niet nuttig kunt gebruiken. Dus nog even samenvatten. We hebben nu gezien hoe zonnepanelen werken. Je weet hoe zonnecollectoren werken. En je weet nu een manier om eigenlijk aan elke vorm van energie te gaan rekenen wat zijn rendement is. Dus de hoeveelheid energie die nuttig wordt gebruikt door een apparaat. Tot de volgende en dan gaan we de laatste gaan doen.